Welkom. Welkom bij aflevering 216. Mijn naam is Mayra. Wij zijn medereizigers nu. Wij maken een klein reisje door het tekstboek heen van een cursus in wandelen. Wij zijn al in hoofdstuk 30, het nieuwe begin. Vandaag de waarheid achter illusies. Ik mag melden, een lievelingsstuk van mij. Tijdens het intypen aan het einde hiervan kon ik het niet droog houden. Ik weet niet of ik het vandaag ook droog hou. Laten we eens kijken. Jezus zegt, verschijningsvormen misleiden omdat ze verschijningsvormen zijn en geen werkelijkheid. Wat hun vorm ook is, blijf er niet bij stilstaan. Ze onttrekken slechts de werkelijkheid aan het oog en brengen angst teweeg, omdat ze de waarheid verbergen. Doe geen aanval op wat jij gemaakt hebt om je te laten misleiden, want zo bewijs je dat je wel degelijk werd misleid. Een aanval heeft de macht illusies werkelijk te maken. Het is zo veelzeggend. Wat zijn verschijningsvormen? Alles wat wij nu zien met onze ogen. Ze verschijnen in een droom van projecties. En ze onttrekken altijd de waarheid van ons. En ze brengen alleen maar angst teweeg. En we willen geen aanval doen op al deze vormen, wat dan ook dat gebeurt in onze droom. Want een aanval heeft de macht illusies werkelijk te maken, of te doen maken, te voelen. Dus nogmaals, alles wat wij zien hier in de droom, onze projecties, zijn allemaal verschijningsvormen. Ze verschijnen in een projectie. Ze verbergen de waarheid van wie en wat wij werkelijk zijn. En wij willen samen leren naar met Jezus te kijken naar al deze vormen. Te kijken zonder oordeel, dat is vergeving. Gods Zoon heeft tegen zijn dromen geen verdediging nodig. Zijn afgoden vormen volstrekt geen bedreiging voor hem, voor de Zoon van God. Vormen kunnen niks bedreigen. Niets werkelijks kan bedreigd worden. Zijn enige vergissing is dat hij denkt dat ze werkelijk zijn. Ja. Onze enige vergissing. Waartoe is de macht van illusies in staat? Nou kijk, Jezus is hier heel helder, duidelijk. En praktisch. Dromen hebben geen verdediging nodig. Niks in de droom heeft verdediging nodig. Nogmaals, wij wisten niet beter. Wij dachten dat alles hier het echte leven was. Wij zijn opgevoed met de paplepel van het ego. Totdat de cursus kwam, hebben wij alles hier werkelijkheid verleend. Nu leren we wat ware vergeving is. We kijken samen met Jezus nogmaals zonder oordeel. Verschijningsvormen kunnen slechts de denkgeest misleiden die misleid wil worden. En jij kunt een eenvoudige keuze maken die jou vergoedt. Ver buiten alle misleiding plaatsen zou. Dat is wat. Hè? Dus een bekend thema keert hier terug. Wat willen wij? Wat wensen wij? Tot nu toe waren wij onbewuste keuzemakers. Het ego was een autopiloot. Wij hadden geen idee dat het een denkgeest was. Wij dachten hier op aarde te mogen kiezen tussen wat goed en slecht is. Wat juist of onjuist is, wat rechtvaardig is of niet. Wij wisten het niet. Wij waren de ene illusie aan het vervangen met de andere illusie. Wij wisten niet
dat wij een krachtige keuze hadden. Dus wat dan ook dat je nu hierbij voelt of ervaart, let op je gedachten. Jij blijft het onschuldige kind van God. De droom kan geen invloed hebben op onze waarheid. En wij worden nu naar bewuste keuzemakers in plaats van onbewust. Yay! Gelukkig is deze cursus gekomen. En gelukkig hebben wij een liefdevol leren. En niet zo een krankzinnige leren als het ego. Die hebben we nou ontslagen. Oké. Okay. De verlossing is waarlijk een paradox. Wat kan ze anders zijn dan een gelukkige droom? Kijk, ze vraagt, verlossing vraagt aan ons. 1. Dat je enkel alle dingen vergeven die nooit iemand gedaan heeft. Vergeven wat nooit iemand heeft gedaan. Verlossing vraagt 2. Voorbij te zien aan wat er niet is. Denk aan les 1. Niets wat ik zie betekent iets. En 3. Het onwerkelijke niet voor werkelijkheid aan te zien. Hoe mooi is dit? Hier staat de hele cursus. Wij verbinden ons en geven ons helemaal over aan de Heilige Geest. Hij heeft de leiding. Hij stuurt ons aan. Hij breidt zijn gelukkige droom uit via ons. Een droom is een droom is een droom. Niemand heeft ooit iets gedaan. Een droom is onwerkelijk. En dan word je gevraagd jezelf vrij te laten zijn van alle dromen van wat je nooit was. Nooit was. Geef die droomfiguur vrijstelling. Ik heb mij mijn vrijstelling al gegeven. En niet langer te proberen de kracht van ijdele wensen in de plaats te stellen van Gods wil. Wij hebben de kracht en de macht om te kiezen voor vrijheid. Wij waren nooit in de droom geweest. Wij zijn buiten de droom. Wij zijn het kind van God. Wij waren altijd in de denkgeest. Wij zijn de dromen van de droom. Wij waren nooit in lichamen geweest. Nooit. De Zoon van God past niet in een lichaam. En geest past niet in een lichaam. Onmogelijk. Een ijdele wens, een nietig, dwaas idee, wilde God vervangen. Onmogelijk. Jezus leert ons via vergeving hoe wij mogen ontwaken uit deze vreemde droom van afscheiding. Okay. Wees blij dat de verlossing zo weinig vraagt en niet zoveel. In werkelijkheid vraagt ze niets. En zelfs in illusies vraagt ze dat alleen vergeving neemt de plaats in van angst. Dat is de enige regel voor gelukkige dromen. De kloof wordt ontdaan van het speelgoed van de angst. En dan wordt haar onwerkelijkheid zonneklaar. Dromen dienen tot niks. Ja, je hoort het misschien in mijn stem. Terwijl ik dit sta te typen al, heb ik al waterige oogjes. En nu weer. Ik voel me zo dankbaar en nederig dat ik dit mag ontvangen. Vergeving neemt de plaats in van alle angstgedachten, angstgevoelens, wat dan ook. Angst was niets meer, zegt Jezus, dan een vorm van speelgoed van het ego. Mijn werkelijkheid zegeviert ver bovenuit onwerkelijke dromen. De waarheid achter illusies. Vergeef wat nooit iemand heeft gedaan. Kijk voorbij aan wat er niet is. En maak de droom wat onwerkelijk is. Probeer dat niet steeds werkelijk te maken. En laat vergeving de plaats innemen van angst. En dat is wat we oefenen. Ik ook. Ik ook. Dat is wat wij oefenen. En zo
Ontwaken we samen uit deze droom. Wij delen onze innerlijke glimlach, wij delen een lijst van de afstand. En nu delen we ook de waarheid achter de illusies. Dank jullie wel voor het kijken. Misschien tot een volgende keer.